Hi, leuk dat je kijkt. Ik wil vandaag deze kaart met je gaan maken. Deze is van de Festival of Trees. En ik wil je graag laten zien hoe ik dit gedaan heb. Allereerst heb ik een stukje Distress Watercolor Paper gepakt van Tim Holtz. En deze heb ik afgesneden op 9,5 bij 14,9. Dus dat is een centimeter kleiner aan beide kanten dan een kaartbasis. Wat ik dan ga doen is, ik heb hier mijn watercolor brush. Daar zit water in het reservoir in. En ik heb hier Lost Lagoon en Soft Sky. Wat ik met deze ga doen is, ik ga hier in het midden een beetje drukken. Want dan vormt zich hier in de deksel een poeltje. En dat doe ik met Soft Sky ook. Zo. Wat ik dan ga doen is, ik ga even deze hele kaart nat maken. Omdat ik, zodra ik het nat maak, wordt de verf beter verdeeld. Of de verf, de inkt. En dan krijg je ook echt dat watercolor effect, zeg maar. Zo, die is nu goed nat. Ik ga eerst een overall layer of wash doen, zeg maar, van Soft Sky. En dit kan ook met de re-inkers, hè. Als je dat liever wil. Zo, die kleur zit erop. Dan ga ik hier met Lost Lagoon, met name aan de zijkanten, het extra aanzetten. Oh, en ik zit nou met mijn hand in het inkpad. Zo. En zo laat ik het even. Ik doe even hier op de zijkant van mijn hand de borstel weer schoonmaken. En dan kan die weer weg voor de volgende keer. Deze gaan dicht. Ik zit altijd helemaal onder de inkt, echt. Je kan bij mij altijd precies zien wanneer ik een dag geknutseld heb. En ik ga dit even drogen met mijn heat tool. Zo, dit is droog. Dan heb ik hier even een stukje scrappapier. Of gewoon scrappapier, gewoon wit printerpapier. Mijn spatel en Liquitex modeling paste. En hier ga ik als het ware een soort sneeuwbank aan de onderkant doen. Zo. Een beetje gladder uitsmeren. Ik kan bij spreken nog een paar heuveltjes zo invormen. Maar het mag ook best een beetje, ja, wat ruwer. Wat textuur hebben, zeg maar. Zo. Deze doe ik weer dicht. Wat ik dan gelijk even doe voordat het droog is. Eerst vouw ik deze even dubbel. Oh, 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 oh. Deze moet ik even kwijt, maar daar heb ik geen plek voor. Leg hem even hier.
En dan heb ik hier Dazzling Diamonds glitter. En dat ga ik er overheen strooien. Want zodra het dan nog nat is, blijft die glitter lekker plakken. En heb ik dus echt een glitterige sneeuwkaart. Zo. Druk het er ook een beetje in. En dan ga ik deze glitter terugstrooien. Wat ik vervolgens heb gedaan, is ik heb hier met Festival of Trees op Whisper White gestempeld. Dat heb ik met eerst deze gedaan in twee kleuren, namelijk Perpezaas en hieronder Crumb Cake. En toen heb ik er nog een keer Perpezaas overheen gedaan, namelijk in deze en dan alleen die groene. Ja, in Perpezaas dus. En wat ik met deze heb gedaan is ik heb hem gestempeld in Versamark en ik heb er met zilver embossing powder overheen gedaan. Dus je ziet dat dat effect erin zit, zeg maar. Vervolgens heb ik die uitgeponst met de Festival of Trees Punch. Als je ze in de bundel koopt, dan krijg je 15% korting. Dus dat is altijd handig. Dan heb ik hier Perpezaas inktbed. Daar druk ik ook even in het midden. Zodat ook hier een poeltje vormt. Dan pak ik opnieuw mijn waterbrush erbij. En dan ga ik hier eigenlijk de boom kleuren. En ik doe het bewust aan één kant sterker. Dus met meer kleur. Zo. En dit doe ik opnieuw even snel drogen met mijn water of met mijn heat tool. Niet te snel, want dan heb je ook kans dat die embossingpoeder weer opnieuw smelt. Dus je ziet dat hij nu een groene kleur gekregen heeft. Wat ik dan nog ga doen is ik heb hier die sequins. En dit zijn de Embellishment Frosted Sequins. Die zitten ook in de herfst- en wintercatalogus. En daar pak ik een paar van die sneeuwvlokjes uit. En die ga ik opplakken. Zo. Dan plak ik deze recht op de kaart. En deze zet ik vast op dimensionals. Zo. Wat ik vervolgens ga doen is, ik heb hier een stukje vellum. En ik heb hier deze stempelset en dit is de Endless Wishes. En hier ga ik Merry in Christmas gebruiken. Even kijken, hier is Merry. En dit is Christmas. Dan leg ik even recht op mijn mat. Zo. En dit ga ik met Versamark stempelen.
En daar heb ik ook mijn silver embossing poeder voor bij. Zo. En ook dit doe ik even met mijn heat tool smelten. Ik heb hem hier gesmudged, dus dit doen we netjes even opnieuw. Lang leven mijn ongeduld. Dit laten we even drogen. Oké, dus ik heb deze uitgesneden. Ik pak hier mijn hexagon punch bij. En die ga ik hier als een soort banner gebruiken. Dus wat je dan doet is je lijnt hem recht in de pons. En dan heb je een banner aan de ene kant. Deze, even kijken, plakken we hier onder de Merry. En hier onder Christmas. Netjes vast. Daar zie je dan nauwelijks wat van, omdat het echt onder die woorden valt. Zo. Die knippen we aan de achterkant af. Zo. Wat ik dan ga doen is ik ga deze op een stuk perpezaas plakken. Dus even goed aandrukken zodat alles... alle hoekjes die ook omgekruld waren goed vastplakken. Zo, en dit kan dan op de kaartbasis. En de kaartbasis heb ik gemaakt van Lost Lagoon. Dat is een van die inktkleuren die ik gebruikt heb. Zoals je ziet, niet echt traditionele kerstkleuren, maar toch een hele ja, kerstsferige kaart. Kerstsferige. Oh, maakt het ook steeds mooier. In ieder geval, ik hoop dat je ze leuk vindt. Mocht je nog vragen hebben of mocht je Stampin' Up! Producten willen bestellen, dan kun je natuurlijk altijd mailen naar stampandsale@gmail.com of je kunt op mijn blog kijken en dat is www.stampandsale.blogspot.nl. Direct naar de webshop is webshop. Oh mijn god. Echt. Ik ga koffie drinken. Direct naar de webshop is www.stampandsale.stampinup.net. Ik bedank je hartelijk voor het kijken. Ik ga snel weg. Want anders gaat er nog meer mis. Dank je. Hoi hoi.